Ik ben te gast bij een Turkse familie aan de Tijm in Kampen, want het is inmiddels weer een jaar verder en het is weer Ramadan, vaste tijd. En ik praat met iemand die gewoon een Nederlandse achtergrond heeft, Sandra. Sandra, jullie begroeten elkaar met een speciale groet volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Met salam aleikum, zeggen we. Ja. En wat betekent dat? Dat betekent vrede met jou. Dankjewel, ook met jou. Is dat een goede reactie of had ik wat anders moeten zeggen? Wa alaikum salam zeggen we dan terug. Ja, maar welke talen praten we dan in? Volgens mij is het gewoon Arabisch. En dat heb jij geleerd voor je overgang naar de islam? Of kon jij dat al en ben je zo ertoe gekomen om je eens in die godsdienst te verdiepen? Nee, je gaat op een gegeven moment wel verdiepen in... bijvoorbeeld salam aleikum, wat betekent dat? Wanneer zeggen ze dat? Waarom zeggen ze dat? Ja, moet je wel leren, zeg maar. Ja. Ja, nou mijn Arabisch is daar nog niet goed genoeg voor. Dan moet ik nog een paar jaar, denk ik, op de Ramadan komen. Maar is het dan ook een groet die echt met dit feest te maken heeft? Of is het in het algemeen wat jullie zeggen? Nee, we groeten elkaar altijd met die groet. Okay. Ja. Ja. Nu... is het bijna het eind, hè? Het is nog, nou, 1 dag, 2 dagen? Ja. Ja, het is een beetje verschillend. De een die, de andere, of de zijnen die stoppen morgen. Ja. En ik weet niet hoe dat zit, maar we schijnen een dag later begonnen te zijn. Dus de een die gaat morgen stoppen en de ander die gaat donderdag stoppen. En hoe lang moet jij nog tot donderdag? Ik ga gewoon tot donderdag. En hoe lang ben je dan aan het vasten geweest? Hoe lang heeft dan de Ramadan geduurd? 30 dagen. 28 dagen, 29 dagen. Ja. Want hoe wordt die berekening gemaakt? Waar baseert men op van nu moet het beginnen? En, want dat is kennelijk ook niet voor iedereen helemaal duidelijk als het niet helemaal gelijk loopt. Nee, dat hangt af van de maanstand. Hoorde ik net, hè, in het voorgesprek dat de eerste dagen heel erg moeilijk is om te vasten. Dat je er dan last van hebt. Hè, hoofdpijn en zo, je lichaam moet zich daarop instellen. Heb jij die verschijnselen ook, kun je over meepraten? Daar kan ik helemaal over meepraten, ja. Klopt. En jij moest gewoon, dan zit je op je werk om 12 uur en je hebt knallende koppijn. En er komt nog iemand langs en zegt van kun je dit er nog even bij doen? En dan moet je ook nog keurig dat doen. Ja. De eerste dagen is gewoon je lichaam moet wennen aan en dat je niet eet en niet drinkt. En hoe moet ik het zeggen? Op een gegeven moment dan ben je eraan. Yeah. En dan wordt het makkelijker. Ja. En is het dan ook zo dat met morgen of overmorgen als jullie stoppen en je gaat weer in het normale ritme, dat je lichaam daar ook weer aan moet wennen? Dat gaat wat makkelijker. Ja. Terug gaat makkelijk dan heen. Okay. Maar stel dat je het wel had, zou je daar willen dat men daar rekening mee hield? Of heb je zoiets van, nou ja, ik wil gewoon door kunnen werken? Nee, ik vind, ja, je moet gewoon je dingen doordoen die je altijd doet. Dat is nou, ja, dat is ook de beproeving natuurlijk. Ja. Anders heeft het geen zin. Ja, ik weet niet of het dan geen zin heeft. Het heeft altijd wel zin. Ja. Maar dan ga je het een beetje ontlopen en... ik vind dat je gewoon wel de dingen moet doen die je anders ook doet. Nou, heeft dat vast wel een, hoorde ik ook van de anderen, het roept wel het nodige op. Hè? Het is ook niet alleen van niet eten. Het is ook nadenken van hoe gaat het eigenlijk. Een beetje reflectieve periode, om het maar eens moeilijk te verwoorden. Merk je dat ook? Ga je meer zitten denken? En... Ja. Vooral als je, als je honger hebt, als je dorst hebt. Dan ga je toch wel stilstaan bij de mensen die het minder goed hebben. En ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Nou, jij weet dat er straks een maaltijd komt. Er zijn mensen die misschien ook de hele dag niet gegeten hebben. En ook weten dat er straks geen maaltijd komt. Of niet weten of ze morgenochtend nog weer eten hebben. Ja, dat klopt. Vorig jaar had ik dat heel erg voor ogen. En dat maakt je ook sterk om... de dag vol te houden. Wij kunnen een kraan opendraaien en er is water. Yeah. En er zijn mensen die hebben dat niet. Ja. Nu even naar de periode. Het is nu in de zomer. Hè? Die Ramadan, het is een 10 maanden cyclus. Dus iedere jaar is het 10 dagen eerder ook.
omdat het dus een maandcyclus is, hè, waar hij op gebaseerd is. Dat betekent dat op dit moment de Ramadan midden in de zomer is. Het lijkt me dat dat rond kerst een stuk makkelijker gaat, want dan is gewoon de dag, hè, jullie vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Dus dan zijn de dagen al veel korter. En het is natuurlijk zeker in de afgelopen maand heel erg warm geweest. Is het dan ook zo dat je bij 35 graden of zo, dat het dan een verzachte omstandigheid is, dat dan toch een beetje gedronken mag worden? Of mag dat echt niet? Zover ik weet mag het gewoon echt niet. Nee. Maar als je dan ziek bent of je bent zwanger? Ja, als je ziek bent, als je zwanger bent, als je borstvoeding geeft, dan hoef je niet te vasten, maar moet je het wel laten inhalen. Oké, hoe doe ik dat dan? Dan denk ik van, dan met kerst is het lekker kort, dan ga ik een weekje vasten. Doe ik het zo dan? Dat kan je doen, maar het is beter als je gewoon zo snel mogelijk je vasten inhaalt. Dus als ik afgelopen week een beetje gevoegeld heb, dan heb jij zoiets van, nou, volgende week of zaterdag of zondag kunnen we even een dagje inhalen? Ja, dat is ook niet de bedoeling. Nou ja, het kan natuurlijk met dat hele warme weer, want het lijkt mij niet de bedoeling dat iemand eraan onderdoor gaat aan de vasten. Nee, ik geloof ook niet dat je gezondheid eraan mag leiden. Geschaad moet worden. Nee, dat geloof ik niet. Maar ja, je moet gewoon proberen om het recht vol te houden. Ja. En nu kom jij, en wij zijn hier ook uitgenodigd. Jullie gaan gezamenlijk eten altijd, s'avonds, zo'n hele maand ook lang? Ja, ik niet. In het begin waren mijn kinderen thuis. Ja. Dus dan ging ik met hun eten. In principe, de families komen dan inderdaad veel samen. Ja. Voor de gezelligheid of doen ze dat altijd al? En is het gewoon in de Ramadan nog extra feestelijk? Ik weet niet wat ze altijd doen. Maar ik denk in de Ramadan dat het dan juist gewoon het samen zijn en het delen met elkaar. Dat belangrijk is, ja. En als ik mij goed herinner, is dan ook een onderdeel van het suikerfeest van de week dat je ook aan de armere mensen iets geeft? Of ben ik nou helemaal, is dat een ander feest? Nee, het zijn ook verplicht om in de Ramadan zakat al fitr te geven. En dat is dat je de armen ook iets moet geven. Ja. Zullen we, want het wordt langzamer hand al iets donkerder en kouder, of donkerder in ieder geval, je merkt dat de zon ondergaat, zullen we wachten tot het breken van de vasten? En daar hebben jullie een hele mooi woord voor, of we gaan straks een hele mooie maaltijd zien. Hoe heet dat ook weer, iftar? Ja, de iftarmaaltijd. En waar staat iftar voor? Het verbreken. Wat betekent dat woord? Ik weet niet of dat precies het verbreken betekent, maar... Ja, jouw Arabisch is ook nog niet zo heel veel. Even voor de duidelijkheid, jij bent dus van een katholiek geloof naar de islam overgegaan? Ik was voorheen katholiek opgegroeid, ja. En maar heel lang niks mee gedaan. Dus op een gegeven moment het christendom aangenomen. Maar ja, dat was ook... werd alweer snel dat ik dacht van er is nog iets meer. En toen hierbij terechtgekomen. En... Ja, ik zei net al, ik vind jouw outfit ook wel heel erg prachtig. Als ik nou naar de winkel ga, hè, volgens mij kom ik dan niet zo'n jurk tegen. Hebben jullie speciale winkels daarvoor? Nou, via internet bestellen we die meestal. Maar in de grote steden heb je wel veel winkels waar je dit gewoon standaard kopen kan. Ja. En nou, toch even als vrouwen onder elkaar die sjaaltjes. Hè? Heb jij nou thuis gewoon een hele kast met sjaaltjes liggen? Van, oh, deze past daar goed bij en die daar goed bij? Ja, die liggen allemaal netjes. Ja. En zo loop jij ook op maandagochtend wel eens over de markt. Oh, die kan ik nog wel even goed gebruiken bij die jurk. Ja, het is op een gegeven moment wat andere vrouwen met schoenen hebben. Dat hebben wij denk ik met sjaaltjes. Precies. Ja, ik kan er erg van genieten. We gaan zo lekker eten.